Voilà. Ellen, hoe voel jij je na deze ja, toch zware cross? Hè? Ja, het was lastig en het is een beetje dubbel. Hè. Allee, ik ben blij dat ik heel uit zijn aangekomen, maar ja, ik ben een beetje te ver achter, vind ik zelf. Maar ja, ik kan niet zeggen waar ik het ergens heb laten liggen. Wellicht in elke bocht of elke modderpassage, maar ja, ik doe mijn best en dan moet ik het me doen tegenwoordig. Ja, zeker. Was het zo moeilijk vandaag dan? Goh ja, de regenval van de afgelopen dagen en vandaag vooral maakte me toch wel behoorlijk technisch. En zeker ook de verkenning van die mannen, ja, die trekken er toch wel best nog andere lijnen in. Het is een mannen een fout. Gewoon nee, ja, dat gebeurt altijd. Soms zijn er nog zelfs veel meer reeksen die erover gaan. Maar ja, je doet de verkenning op bijna meer dan 2 uur voor de start van je eigen reeks. En het is dan toch wel even de eerste ronde kijken wat er veranderd is. Ja, hier en daar uiteraard valpartijen. Ja, dat zegt wel iets over de lastigheid vandaag. Voor mezelf ben ik blij dat ik echt technisch redelijk goed heb gereken. Ik ben niet gevallen. Ik heb slippers gemaakt langs alle kanten. Maar echt, ik ben niet onderuit gegaan. Dat is ook wel iets. Het kan hem echt in elke bocht of in elke modderstroop het gevaar. Amai, ja. Zeg, en die skiberg? De skiberg, ja. Blijkbaar lag je. Ik woon hier misschien op de kortste van alle rensters, maar ik was hier nog nooit geweest, geef ik eerlijk toe. Een pittig ding. Maar wel leuk. Het is leuk dat ze hem erin steken. En het zou jammer zijn dat ze hem links laten liggen. Maar ze hebben er deftig gebruik van gemaakt. Ja, absoluut. 3 Nederlandse dames op het podium wel. Die komen hier alle bloemen kapen. Zo is het. Het is niet de eerste keer dit seizoen en het zal ook niet de laatste keer zijn, denk ik. Die tijden veranderen als je ziet dat Sanne doet dan nog wel goed meer vooraan. Maar dan komen wij als Belgen in de verre achtergrond. Ik ben zelfs tweede Belgische, denk ik. Mag ik zelfs nog trots op zijn. Maar ja, dat zegt ook natuurlijk wel heel veel, of nog heel veel meer over de tegenstand, vind ik. Ja, en zitten de jonge Belgische dames aan te komen of zijn jullie... Ze zullen er wel ergens zijn, maar ze starten uiteraard ook wel niet op de eerste, tweede of derde rij. En dan is het, de eerste ronde is heel hard vechten om toch een goede positie in te nemen. En dan zullen zij wel ergens een goede wedstrijd voor hunzelf kunnen rijden. Maar dan zitten zij gewoon ook al te ver in het pak. Ik merk het zelf ook al, omdat ik nu opgeschoven ben naar de tweede rij, dat het echt vechten is om nog vooraan te kunnen geraken. Laat staan dat je eraan kunt blijven. Dus het is niet makkelijk voor hen. Oké, dankjewel. Fijne kerst. Hetzelfde, dankjewel. Dankjewel. Hey, succes.